Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Marketing Technology Podcast. De podcast wordt gepresenteerd door Mark van Horik en mijzelf, Elias Krump. Wij zijn beide van Marketing Guys. Welkom bij de Marketing Technology Podcast. Vandaag hebben wij Ivo Ouwekerk. Ivo is business coach en schrijver. Ivo, wil jij jezelf even kort introduceren? Ja, mijn naam is Ivo Ouwekerk. Ja, je introduceert me eigenlijk al mooi, hè? Business coach en schrijver. Ik heb ontdekt dat het niet vanzelfsprekend is voor ondernemers om altijd een klankbord in zijn omgeving te hebben, in zijn of haar omgeving. En ik treed graag op als pairing partner voor ondernemers die twee dingen centraal stellen van wat is mijn volgende stap en wat kan ik dan het beste doen. Mm-hmm. Dan ben je zelf ook ondernemer. Ja, dat klopt. Ik werk inmiddels zo'n 12 jaar voor mezelf. En we hebben thuis nog 30 man in dienst. Dat is een bedrijf wat mijn vrouw zelf doet. Dus ja, ik weet wel wat ondernemerschap is. Gaaf. Dus je bent 12 jaar aan het ondernemen. Wat heb je daarvoor gedaan? Daarvoor heb ik bij een groot trainingsbureau gewerkt. En daarvoor heb ik mijn carrière gestart bij KPN. Daar ben ik na een studie commerciële economie als trainee begonnen. En klom toen op in het salesvak. En heb toen de overstap gemaakt naar een trainingsbureau. En daar dacht ik na 8 jaar van, nou, het enige wat ik nog niet kan is factureren. Maar dat leer ik vast in een middagje. Dus toen heb ik de schoenen aangetrokken als ondernemer. En heb daar nooit geen enkel moment spijt van gehad. Hoe is je ondernemersreis geweest de afgelopen 12 jaar? Nou, ik denk een hele bekende voor andere ondernemers die luisteren. Eentje met pieken en dalen. Ik ben mezelf al in die route een paar keer goed tegengekomen. Vallen heb ik ontdekt, maar opstaan zeker ook. En nu ben ik op het punt beland. En ik mocht vorige week mijn 50ste vieren. Dat ik nu echt wel ontdekt heb waar ik goed in ben en wat mij te doen staat. En dan, als je dat lukt, dat geeft een hoop rust. Ja, dat doen waar je goed in bent. Ja. En wat je leuk vindt. En er ook nog geld mee verdienen. En precies. Dat is wel belangrijk. Laten we dat laatste vooral niet vergeten. Nee, want ik zeg dat vaak ook. Ik geef ook wel van die ondernemers, entrepreneurship lessons, et cetera. Ja. Er zitten ook vaak mensen bij met hele leuke ideeën. Ja. Maar uiteindelijk een leuk idee zonder verdienmodel is een hobby natuurlijk. Ja. Dus dat is wel belangrijk. Daar hebben we elkaar in de jaren ook wel over gesproken. Want we kennen elkaar ook al meer dan 12 jaar. Absoluut. Al langer dan veel. Al langer, ja, ik denk het ook. Dus ik heb die pieken en dalen van je ook wel meegemaakt. Ja. Ik vind het altijd heel leuk om te zien hoe jij zo'n soort eigen signatuur hebt. Ja. Dus we komen elkaar online tegen, offline tegen. Maar online zie ik van alles voorbij komen. Kun jij aangeven hoe jij online marketingtechnologie gedurende die 12 jaar hebt ingezet? Hey, betekent dat überhaupt wat voor je? Zet je het in? Nou, ik heb natuurlijk vooral de terminologie van jullie geleerd. Ik werd me natuurlijk bewust dat in het grote landschap der coaches, wat natuurlijk een productcategorie is die overspoeld wordt door Jan en alleman, dat je natuurlijk het onderscheidend vermogen niet echt kan maken, maar wel het opvallend vermogen kan creëren. En ik heb het opvallende vermogen gevonden door eigenlijk heel specifiek op niet op alles in te zetten, maar juist te kiezen in verschillende kanalen. Of eigenlijk zeg je maar twee kanalen, MailChimp en LinkedIn. En ik denk, je moet gewoon goed het kanaal gebruiken waar je het beste zelfgevoel bij hebt en waar je in kan excelleren. Mm-hmm. Dus je vindt mij niet op Instagram, je vindt mij niet op Facebook, ja, voor vrienden en familie. Mm-hmm. Maar ik zet heel zwaar in op LinkedIn en heel zwaar in op MailChimp. En dat MailChimp is ooit begonnen in de gedachte van, ja, ik moet een nieuwsbrief hebben. Want mensen vinden het vast wel heel erg waardevol om te lezen wat ik afgelopen maand gedaan heb. Nou, dan ben ik achtergekomen dat die wereld niet meer bestaat. Oh, meen je dat nou? Is die weg? Ja, is die weg? Ja, kijk je met een glimlach mij aan. Ja. Deel je die mening? Ja, maar gerust, ga verder. Ja, nee, die is weg. Ik bedoel, niemand zit te wachten op hoe gaaf het is wat ik afgelopen maand heb gedaan. Want wat ik ontdekt heb is dat ik vind het woord nieuwsbrief ook niet de lading dekken. Zeker voor degenen die mij volgen en lezen, die zullen dat zich eerder herkennen in het term column of gedachtenspinsels. Dus ik heb gewoon getracht in de vele mogelijkheden die MailChimp biedt, zowel qua vooral vormgeving, qua uiterlijkheden, de design, dat je vooral je eigen signatuur moet maken en daar echt in moet blijven vasthouden. Zal ik vertellen wat dat... Ja, waar ik ook nog wel heel benieuwd naar ben, even voordat je helemaal ingaat op hoe jij MailChimp gebruikt, want ik vind MailChimp echt een geweldig bedrijf. Ik ben vorig jaar een keer bij MailChimp zelf ook langs geweest. Ja dat is echt, ik bedoel, dat is wel de shit op het gebied van marketing, zeg maar e-mailmarketing. Ja.
Maar jij bent business coach. Ja. Op wie richt jij je dan? Want jij hebt nu over de kanalen. Ja. Hè, voordat we daar zo helemaal op ingaan van... Wie zijn dan die klanten, die lezers? Wie bereik jij middels LinkedIn en via je Mailchimp gedachtenspinsels? Ja. Nou, het leuke is dat ik vooral de tweede graad mensen bereik. Ik noem dat netvliesmanagement. Ik zie dat iedere klant die zich aandient bij mij ergens doorverwezen wordt van iemand die op mijn lijst staat. Of ergens iemand die in mijn LinkedIn connectie is. Mm-hmm. En dat zijn... Want ik heb heel erg goed nagedacht, hoe koopt mijn klant? En mijn klanten zijn vooral ondernemers, MKB-directeuren, zelfstandig professionals die wat langer bezig zijn, directeuren in loondienst, die twee vragen stellen, wat wil ik nu eigenlijk echt en wat kan ik het beste doen? En dat klankbord zoeken, om eens te sparren met iemand die onafhankelijk is en soms heb je een duwtje nodig, maar af en toe gewoon een schop onder je kont. Dus ik merk dat ik vooral de tweede lijns mensen bereik. Ik noem tweede lijns, dat zijn niet de mensen die direct bij mij kopen, maar mij op het netvlies hebben als er in de omgeving gesproken wordt op van, je moet dus met iemand praten. Dus de beïnvloeder eigenlijk. De beïnvloeder. Ja. Dus iedereen zegt, ik heb je naam gekregen van die en die, want daar was ik mee een weekend weg en die zei van, ga nou eens een keer met iemand sparren die daar wel verstand van hebt. Eigenlijk het ouderwetse netwerk. Ja, het ouderwetse netwerken, ja. Ja, ja. Waar mijns inziens veel te weinig mensen mee bezig zijn. Ja. Want ondernemen is heel veel netwerken. Ja. Je kunt wel alles online doen, maar er gebeurt uiteindelijk, wordt die opdracht offline gegeven. Ja. Heb je dan daar bewust voor LinkedIn bijvoorbeeld gekozen? Nou, ik vind LinkedIn gewoon een mooi medium waarin ik niet hoef te knokken tegen de laatste foto van de hond. Of moet knokken tegen het leuke vriendenuitje. Maar ik kan gewoon daar mijn content kwijt. Ik zie wel een beetje verschuiven op LinkedIn, maar ik vind het mooi dat het daar gewoon... Dat is business-wise. Ik bedoel, het gaat ook over business waar ik het over heb. Maar even advocaat van de duivel, elke coach zit toch op LinkedIn? Ja, dat klopt. En dat is natuurlijk ook gewoon wel wat... ik ook wel natuurlijk, laat ik zijn, lastig vind. Ja. Hè, en dan, ik bedoel, ik denk altijd de ene helft van Nederland die werkt en de andere helft coacht. Als je zelf in dat wereldje rondloopt. Ja. Dus dat opvallend... Iedereen mag ook zomaar coach worden volgens mij. Ja, nou, daar kunnen we ook nog een hele podcast over schrijven, over het, zal maar zeggen, de bloedgroep coaching. Maar wat maakt jou, wat onderscheidt jou op LinkedIn? Want jij valt bij mij op, hè? Ja. Niet dat ik een miljoen coaches in mijn LinkedIn-lijst heb. Nee. Ik heb 3000 connecties waarvan... misschien 50 coaches, maar daarin val jij wel op. Ja, dan moet ik hem eigenlijk aan jou vragen natuurlijk. Want wat is je personal brand? Mijn personal brand? Nou, wat ik wil laten zien is... Mijn strategie is, want dan, als ik dan toch maar even over strategie heb... is je vooral aan het denken te zetten. Niet te zeggen, koop nu, maar waar ben je nou mee bezig? Dus ik probeer speldenprikjes uit te prikken... in plaats van je bij je stropdas te trekken naar mij toe... Ja. Snap je wat ik bedoel? Ik probeer vooral niet af te sluiten wat ik heel veel in die blog zie van... oeh, ik heb de oplossing en ik weet hoe dat is. En dan kan je hier downloaden dit en dan kan je het gratis e-mailboekje halen daar. Dus wat je eigenlijk wil is dat die grijze hersenmassa in actie komt. Ja. Daarom noem je het ook hersenspinsels. Ja. Ja. En jouw doel is bereikt als zeg maar, een frons op de voorhoofd gaat ontstaan. Ja. Dat ze even stilzitten... even out of the box. Ja. En dan zeggen... hé, hey, wacht even. Ja. En omdat jij dat getriggerd hebt... ja. En jij niet gelijk alles hebt gegeven... moeten ze naar jou toe... ja. Om dat hersenspinsel dat nu in hun hoofd zit... om daar een richting aan te geven. Ja, klopt wat je zegt. Wat ik gedaan heb... vooral heel goed mijn klant bevraagd... hoe koop je een coach traject... wat een ondernemer uiteindelijk bij mij afneemt. Een directeur een loonisch bij mij afneemt... is eentje van het hebben van de lange adem. Dat betekent dat sommige mensen tegen mij zeggen... dit had ik 5 jaar eerder moeten doen. Dus wat betekent dat? Dat mensen al 5 jaar lang in de koopstand staan... maar nog steeds niet kopen. Dus daar wat de meeste coaches een fout maken... is denken dat mensen een coach willen kopen. Coachen is een proces van er klaar voor zijn. En als het mij nou lukt... om het scherp gesneden content... niet te pusherig, helemaal niet pusherig, maar vooral iedere keer het prikje uit te delen. En niet af te sluiten van schrijf je in, klik verder, lees meer, maak een afspraak. Als ik dat allemaal niet doe,
Maar ik laat iedere keer, ik schrijf om de 10 dagen, dus ik kom 50 keer in je mailbox voorbij. 50 keer. En ik heb mensen die echt misschien mij al 250 keer hebben gelezen en mij dan pas opbellen. Dus dat, wat ik wel mee wil zeggen is, van die, heel veel van die coaches en andere mensen, die trainers die in dit vakgebied zitten, die moeten goed nadenken, hoe koopt die klant? Eigenlijk is het een hele, heel lang koopproces. Ja. Dus een lange sales cycle, waarin je continu op het netverlies van je koper moet blijven. Ja, ik noem dat netverliesmanagement. Ja. Dus, en de bedoeling is, er te blijven is door goede content te maken. Content is key. Dus door een eigen handtekening te hebben. Ik heb ooit eens begonnen met een witregel tussen mijn zinnen in te plakken, omdat ik dan zelf in het editen beter de tekst kon lezen. En toen dacht ik, hé, als ik dat beter kan, dan zal mijn publiek dat ook wel beter kunnen. Dus mensen hebben wel eens terug een beeld van, joh, je gebruikt heel veel spaties. Ik zei, nou ja, juist daarom, om die handtekening te hebben. Ja. Dus één tip is, heb een handtekening, echt een eigen handtekening. Dus kleed Mailchimp vooral uit, want Mailchimp is heel goed om het allemaal aan te kleden. En mooi ik zag, op te fluffen. Maar mooi op te fluffen. Ja. Ik zeg altijd, resultaat is focus min afleiding. Dus je moet die afleiding bij die lezer elimineren, waardoor die focust op die paar zinnen. Mijn teksten lees je binnen de minuut. Mm-hmm. Vriend van mij zegt altijd, ben ik net weer niet een minuut gehaald. Ik was na 58 seconden toch alweer klaar. Maar dat doe ik keer 250. En dat is een groot verschil tussen mensen die een volledige blog schrijven, waar je een half uur doorheen moet worstelen en komen dan vervolgens 3 keer per jaar voorbij. Nee, ik doe het anders. Ik kom iedere keer voorbij, om de 10 dagen, met heel weinig, maar goede, prikkelende statements. In het Amerikaans, of in het Engels hebben ze daar volgens mij een mooie term, candy bites. Is dat een beetje, dat zijn van die kleine dingetjes dat makkelijk tot je te nemen is. Snackable content. Of snackable content. Ja, en zonder daarmee de diepgang van de content te kort te doen. Nee, maar het gaat om het makkelijk te gebruiken. Ja. En niet zo van dat het zeg maar fluffy of licht soort materiaal is. Maar wat je gewoon doet is dat het eigenlijk gewoon als een gezond tussendoortje tot je kan nemen. Ja. Totdat je eigenlijk al die puzzelstukjes, want je gaan zitten en focussen op iets, dat kost veel energie. Ja, dus en mensen gunnen zich dat niet altijd, hè? Nou, nee, ik knok natuurlijk tegen het mailtje van een klant, want die staat daaronder. Er staat een mailtje van een collega boven, daar zit ik in die mailbox. Dus ik weet donders goed dat mijn concurrentie is niet een andere nieuwsbrief. Of een ander, want ik word, daar ben ik dan, durf ik dan toch nu wel te stellen na bijna 10 jaar schrijven. Ik heb zeer weinig uitschrijvers. In ons voorgesprek zei ik het al, dat is onder de 1%. Mensen blijven op die lijst. Dus ik ben niet bang voor een ander, beter iemand die schrijft. Maar knop tegen dat mailtje van die klant. Dat doe ik zelf ook, die lees ik toch eerst. Dus ik moet het hebben. Dus wat ik ook doe, is nooit vaste momenten verzenden. Dus soms is het zondagochtend. Soms is het dinsdagmiddag. Soms is het vrijdagavond. En het grappige is dat je dus, dat is natuurlijk leuk van mailtje, dat je ook andere openings... Ratio's kijk je sowieso, maar ook andere namen ziet. Doe je ook testen? Ja, nou ja, en dan merk je dat ik niet de freak ben. Dat ben ik dan weer net. Dan nee, dat ben ik van, dit is ongeteste dus deur uit. Maar je bent denk ik wel gewoon de meerderheid van de mensen die dat doet, hoor. Ja, nee, dan ben ik de meerderheid. Ja, dus dat is uiteindelijk, dat is niet gek. Dat komen eigenlijk bij de meeste mensen. Want iedereen weet dat het kan en dat je het zou moeten doen. En, Dat moet ik zeggen, met artificial intelligence kun je daar wel leuke dingen mee doen. En dus wat jij zegt, zoals wij vaak nieuwsbrieven versturen, is dat we zeggen van joh, wij versturen een nieuwsbrief. Versturen maar tussen maandag en zondag. En het systeem bepaalt zelf wanneer je verstuurt naar Ivo. Want Ivo leest hem altijd op zondag, dus die krijgt hem op zondagmiddag. Daar zijn we leuke mogelijkheden. Dat komt Mailchimp ook wel mee nu volgens mij. Wat ik ook wel leuk vind, is om heel even terug te gaan naar LinkedIn. Jij gaf aan, ik doe daar af en toe van die updates met een witregel ertussen. Ja. Daarnaast hoef jij niet te concurreren met de hond op Instagram. Maar je hebt het voorrecht om heel mooi te wonen. Richting de Weerhibben. En ik zie af en toe updates voorbij komen. Ja. Met sessies die jij doet in de Weerhibben. Ja. Met directeuren. Ja. En die komen daar voorbij. Het zijn afwijkende foto's. Ja. Op LinkedIn, denk ik. Kun jij wat delen over de resultaten die je hebt met die updates? Want jij kijkt ongetwijfeld ook hoe vaak die dingen aangeklikt zijn, hoe vaak ze vertoond zijn. Ja. Zie je daar verschillen in? Wat ik ontdekt heb, als ik inderdaad sfeerbeelden plaats van de omgeving waar ik coach, ik,
ik neem mensen mee naar buiten. Dus dat betekent, je komt bij mij op de boerderij, dan doen we een kop koffie. En dan 7 minuten later staan we in het mooiste natuurgebied van Nederland. Want daar kunnen we ook wel een podcast over doen. Wandelen, bewegen en buiten zijn is bij definitie beter dan de ruimte waar wij ons nu in bevinden. Dus dat is een manier om je werk te laten zien. Mensen associëren ook dingen met beelden. Ja. Tweede is dat ik een doorlink maak van mijn blogs die ik op mijn website heb staan. Dus mijn nieuwsbrief gaat op mijn website, of mijn gedachtenspinsel komen op mijn website met een visual erbij. En daar pak ik de link van, die zet ik op LinkedIn. Dat zie ik. En wat ik ook wel eens doe, is de kale, platte tekst, omdat mijn blog zo kort van de stof zijn, rechtstreeks gewoon blanco te plaatsen bij mijn LinkedIn-update. Gewoon bij, niet als puls, maar als update. Hè? Als update. Waar wilt u het over hebben? Ja. En die worden het allerbeste gelezen. Ja, maar je dwingt niet iemand ineens van platform te veranderen. Precies, daar kom ik ook achter. Dus LinkedIn heeft daar een algoritme achter zitten waarbij je links, als je links in de updates plaatst, dan wordt er iets naar beneden geplaatst. Ja. Het algoritme. Ja. Maar ik kreeg die vraag onlangs ook. Hè? En ik zie dat natuurlijk ook in onze updates. Ja. Ik merk dat foto's heel goed werken. Ja. Eigen foto's zonder links naar externe platforms. Ja. We hebben een uitje gehad met Marketing Guys naar Porto. Ja, en daar hadden we wat foto's van. Maar zo'n update wordt 20.000 keer bekeken. Ja. En een normale update wordt 800 keer bekeken. Ja. Ja. Dus dat, merk jij dat ook? Dat ik merk dat als ik de gradatie doe, dan als we onderaan beginnen, dan is het inderdaad de kop van mijn gedachtenspinsel, waardoor je op de foto moet klikken om op mijn blog te komen, die scoort het laagst. Dan scoort vervolgens daarna scoort de foto van de outdoor activiteit goed. Want mensen kijken dus kennelijk graag die beelden of zo, zoals ik dat. En dan nummer 1 is by far is de platte, noem maar even de platte tekst. Apart, hè? Ja. Dat zijn jouw updates met de regels ertussen. Ja, en nou heb ik ook gemerkt, dat doe ik het ook weer, dan doe ik vervolgens de eerste drie zinnen, die plak ik wel achter elkaar van mijn blog. Want daardoor is het wat gecontroleerd. En zichtbaar. En zichtbaar. Ja. Dan moet je natuurlijk automatisch verder openen op mijn LinkedIn. En dan komt mijn witte regel er weer tussen. En die worden gewoon waanzinnig gelezen. En nou geloof ik niet zozeer dat ik mezelf moet meten op likes die ik krijg. Maar ik word liever gelezen. Dus hoe jullie dat zien? Ja, nee, zeker. Ja, je moet natuurlijk getoond worden. Ja. Likes op LinkedIn heeft deze week ook die handjes en hartjes toegevoegd. Hè, ja, die we ook een applausje of zo. Ja, applausje en et cetera. Maar er wordt heel vaak gevraagd van inderdaad, hoe bereik ik nou meer mensen? Ja. Hoe krijg ik meer views van een update? Want de ene update wordt 90 keer bekeken en de andere 9000 keer. Ja. En dat is wel een mooie tip. En dat deel ik wel. Gewoon die platte content. Ja. Dus zonder een foto, maar gewoon een update wordt het meest gelezen, zonder link. Een oproep tot iets, dat soort dingen. Terwijl als je hem plaatst, denk je, nou, dit ziet er niet uit. Ja, dat ik in het begin ook, dat dacht ik, maar nu ga ik spammen, weet je. Nu gaan de upsmuk er zo vanaf. Ja. Overigens is er ook, volgens mij was dat James Carberry die dat aangaf van, gewoon je platte tekst en zo, gewoon. Bijvoorbeeld, maar wil je een link erin zetten, zet dat in je comment. Als eerste comment. Als in je eerste comment. Ja, dat hebben ook wel eens mensen zien doen. Ja, dus volgens mij is dat alweer wat minder. Ja. Dat zie ik nu alweer afnemen. LinkedIn heeft dat ook door. Ja, dat natuurlijk. Dat is altijd een kat-en-muisspel natuurlijk. Dat is een kat-en-muisspel, maar terug naar jouw mailtje. Ja. Want wij zaten aan het begin even, je zei van, joh, dat moet niet te veel opgeflufft worden. Welke functionaliteiten in Mailchimp gebruik jij dan met name? Nou, ik heb 1 template gemaakt, waarin ik gewoon een titel heb, platte tekst eronder en eronder maak ik een button. En daaronder maak ik nog een iets andere opmaak met een klein biootje over mezelf. Voor het geval ik vind ook, je moet niet alleen maar goede content geven, je moet ook elke keer blijven vertellen wat je doet. Ja. En ik denk wel dat iedereen me kent, maar dat is natuurlijk niet zo. Oh nee. Dus ik moet iedere keer herhalen, ik ben die business coach en als je dat, dus ik blijf iedere keer in wisselende tekst vertellen wat ik doe. Ik geloof er heilig in dat je moet blijven zeggen wat je doet. Ja. Dus ik heb een titel, ik heb een platte tekst en voor de rest zit er eigenlijk helemaal niks in. Leuk. Ja, mensen moeten zich gewoon inschrijven voor die nieuwsbrief op ivoouwekerk.nl. Ja, van ivoouwekerk.nl. En dan kunnen ze het gewoon zien. En ik denk wel dat je versteld staat, maar dat is inderdaad gewoon een platte nieuwsbrief. Ja. En heeft relevante content. Je kunt hem snel tot je nemen. Iets anders
Wat ik heel interessant vind, ja. Jij gaf in het verleden ook wel naast business coaching ook sales coaching, et cetera. Ja. Als ondernemer ja. Ben je altijd aan het netwerken en altijd ja. met sales bezig. Ja. Dat is iets waar volgens mij een heleboel ondernemers niet zo goed in zijn en daardoor ook de eerste 5 jaar waarschijnlijk niet halen. Ja. Is dat veranderd met de inzet van LinkedIn de afgelopen 12 jaar dat je onderneemt? Nou, als je natuurlijk kijkt naar sales, dan kijk je natuurlijk vooral, en daar worstel ik zelf ook nog wel eens mee hoor, is natuurlijk dat initiële contact. Ik vind in sales moet je goed zijn om aan tafel te komen, maar je moet goed kunnen aan tafel kunnen omzetten tot het distilleren van de vraag. Je moet de vraag kunnen omzetten in een goed productaanbod. Je moet het kunnen verkopen tegen de voorwaarden die jij graag wil, tegen de goede prijs. En je moet het goed kunnen doen en je moet goed contact kunnen houden. Maar dan de allereerste stap is van onbekend naar bekend. Dat vind ik de allermoeilijkste. Ik gebruik zelf de OBBO-strategie. Je gaat van onbekend naar bekend, van bekend naar bemind en van bemind naar onmisbaar. En die eerste stap, nou, daar denk ik dat jullie heel goed ondernemers mee kunnen helpen, is die stap van onbekend naar bekend. En dan zit ik natuurlijk in een vakgebied, ja, daar hoef je het woord coach mee in te toetsen. En dan is het aanbod groot. Ja. Is jouw gevoel dat van onbekend naar bekend, dat voornamelijk online plaatsvindt? Of moet gaan plaatsvinden? Of is het toch naar een netwerk, een fysiek netwerk, ja. en daar gewoon in contact met mensen ja. komen, waardoor je op die manier... Ja, ik denk en. Het is natuurlijk ontzettend verleidelijk om lekker thuis te blijven en dan nog een keer wat te posten. Het is soms ook heel vermoeiend om 's avonds de deur te gaan naar een netwerkevent. Ja. En dat weet ik ook. Zeker als je gewoon je agenda vol hebt. Je moet natuurlijk anticyclisch denken, want juist als die vol is, moet je gaan acquireren. En ik loop ook in die valkuilen dat het wel eens niet lukt. Ik zoek natuurlijk en experimenteer vandaar dat ik ook in deze stoel zit met kanalen die mijn bekendheid kunnen versnellen. Dus ik zoek aan de ene kant gewoon ook naar bereik. Ik hoef ook niet bekend te worden bij iedereen dat nieuw bij me koopt. Ik wil bekend worden bij die ondernemer, die directeur-eigenaar. Daar wil ik bekend mee zijn, dus het maakt me niet uit. Ik hoef geen bekende Nederlander te worden, als er maar 1000 ondernemers bij kennen. Een andere vraag in dat onbekend naar bekend. Ja. Ik ben gewoon heel benieuwd naar... in die tijd hè, dat je zeg maar online in jouw hersenspinsel... Ja. Ja. Nieuwsbrievenachtige ja. Dingen verstuurd. Ben je daardoor bekend geworden? Of zijn je jouw mails als het ware aangetrokken omdat je offline al bekender was? Dus of weet je, het kip en het ei. Ja, nou, ik denk dat ik bekend ben gebleven. Ik denk dat de kunst is namelijk om regelmatig voorbij te komen. En dan bekend te blijven. Het is niet zo moeilijk om bij wijze van spreken een campagne in te kopen. En dan om in 5 dagen veel bekendheid te genereren. Maar ik heb het over die koopcyclus. Die ondernemer doet er 5 jaar, 2 jaar, 1 jaar over om een coach te selecteren. Weet ik 1, ik heb het echt even over specifiek coaching. Ik heb nog niemand in mijn klantenkring gehad die zei... Ik ben gaan googlen op een coach. Al mijn opdrachten komen altijd uit mijn netwerk, altijd via. Dus waar het om gaat is dat je bekend blijft bij de relevante doelgroep. Dat zijn soms vaak, daar kom ik gewoon achter, tweedelijns mensen. Het zijn mensen die geen klant bij mij zijn, maar zeggen, joh, die Ivo, daar moet jij eens mee praten. Die zet mij ook altijd aan het denken. En natuurlijk zitten er ook mensen tussen die dan zelf bij mij klant worden, maar de merendeel... En als ze dat horen... Dan gaan ze wat meer naar jou zoeken. Ja. En zien dan ineens in LinkedIn of iets dergelijks. Ja. Ik hoop dat mensen mij, als je dus mijn naam krijgt en je tikt mijn naam in, kom ik natuurlijk bovenaan mijn website. Mijn website heb ik aangekleed om je dusdanig geïnteresseerd te raken. Waardoor je gelijk ziet, dit is hem. Vervolgens zie ik dat ik dan wel eens een LinkedIn profielbezoek krijg van iemand. Nou, daar reageer ik meestal niet op, want ik weet dat de koopcyclus is vooral eentje van... laat mensen maar eerst naar mij kijken voordat ik op hun nek spring. Dus ik gebruik vooral het om bekend te blijven.
En hoe zorg je ervoor dat mensen zich inschrijven voor die nieuwsbrief? Ja, ik ben overgegaan op een nieuwe website en is dat enorm ingezakt. Dat spelletje, daar moet je wij normaal eens naar kijken met z'n drieën. Oh, je hebt hier zo'n pijnlijk punt. Ja. Dus even een zijstapje, ja. Maar je geeft het hier zo aan. We willen altijd iets mooiers. Ja. Dus de website wordt altijd mooi. De website is 5 jaar oud. We hebben iets nieuws nodig. Ja. En vervolgens wordt het heel mooi opgekalefaat. Ja. Het ziet er prachtig uit. En dan wordt die omgezet. En de bezoekersaantallen dukkelen in elkaar. Ja, ja. Nou, en dat is dus... Ik denk zelf, maar... Nou goed, daar moeten we eens een keer achter mijn statistieken gaan zitten. Mensen komen niet op mijn website doordat ze googelen op bepaalde zoekwoorden. Maar ze komen op mijn naam. Dus dat betekent dat ze hebben mijn naam van. Ik heb ook wel eens met andere business coaches gepraat van... Van hoe heb jij dat dan? Ja, het heeft niet zoveel zin om dan... mensen googelen niet. Ja, dat is natuurlijk het is niet pas op, hè. Want ik google ook overal op. Maar het is geen product wat je bij bol.com koopt. Nee. En dat je zegt van, joh, ik heb een nieuwe hoge drukreiniger nodig in Google. En daar is iets goedkoopst. Nee. Die koop ik. Nee, je moet hier een persoonlijke band hebben. Ja, ik gebruik het vooral om... Dus samenvat, ik gebruik het vooral om onder de aandacht te komen voor degene die mij gewoon al kennen. Dus op mijn lijst staat vooral iedereen die ik ooit real-life heb ontmoet. Tip, gewoon op de lijst gooien. Ik heb in mijn hele 12 jaar 1 keer een boze mail gehad met een soort gerechtelijk bevel van wil je me van de lijst afhalen? Ja. Nou, dat risico... Oké. Oké, in 12 jaar. Dus iedereen erop knallen. Vervolgens... Dit is geen officieel advies. Nee, het is geen officieel advies. Maar hij werkt wel. Oké, zo. Maar het werkt. Disclaimer. Maar het is natuurlijk inderdaad... Als je het juridisch bekijkt dan... Maar ik ben met je... Ik denk dat, dat 9 van de 10 mensen succesvol moet doen. Om Ivo een beetje te redden. Ik denk dat hij gewoon een gerechtvaardig belang... Ja. Ik denk het ook. Ja, dat is binnen de AVG is dat wel. Binnen de AVG is dat wel. Ja, en waar ik ook zeg... Kijk, het is niet mijn tip zijn als jij... En je hebt op een of andere manier een relatie met de mensen. Ja. Dat is wat anders dan dat je iets LinkedIn losgeraapt. Nee, dat doe ik niet. Nee. Ivo, ik heb nog een vraag over de kwestie die we eerder bespraken. LinkedIn inzetten voor sales. Je website inzetten voor sales als ondernemer. Je hebt... wat mij betreft daar een aantal bloedgroepen in. Hè. Je hebt een ouderwetse of een... traditionele doelgroep die zegt, joh, wij zijn van cold canvassing en als ik maar het minste haakje heb om een klant te bellen, dan ga ik hem bellen, maak ik een afspraak. Ja. En dan heb je aan de hele andere kant de groep zitten van inbound marketing. Ja. Dus alles gebeurt online en die klant die ga ik pas bellen op het moment dat ik weet dat hij echt mijn behoefte heeft en in de marketing automation cyclus helemaal aan het eind is. En zit te wachten op mijn telefoontje, zegt wilt u alsjeblieft langskomen. Ja, ja. En SQL. En daar zitten wij natuurlijk ook veel mee, hè, met dat soort vraagstukken. Daarvan merk ik dat de waarheid natuurlijk in het midden ligt. Ja. Dat je als sales dus ontzettend veel aan netwerken moet doen. Mijn ervaring, ik weet niet of je die deelt, is dat LinkedIn voor 95% voor mensen gebruikt wordt als een veredelde vacaturebak. Hè, als een soort van profiel, een cv, kijk wat ik kan, om bij een volgende baan te komen. Ik zie dat het in sales nog niet superveel wordt ingezet. Hè. Tuurlijk, iedereen gebruikt het, maar hoe gebruik je LinkedIn nou echt voor sales? Hoe gebruik je LinkedIn echt voor sales? Ja, ik zit heel erg op die strategie om bekend te blijven. Dus ik geloof wel in regelmatig voorbij komen. En misschien heb ik een te dunne strategie gekozen, hoor. Als ik er dan eens met jullie over praat. Maar omdat ik geloof dat iedere ondernemer moet gewoon niet kijken naar het verkoopproces, maar het inkoopproces bij de klant. Ja. Dus wat is mijn product? In welke categorie valt het? En hoe kopen klanten dit product? Ik heb 1 ding ontdekt. Toen ik trainingen gaf, en zo ben ik ook begonnen. Ik weet 1 ding. De commerciële manager, de algemeen directeur, de business unit manager, training, Elias, zo kennen wij elkaar. Ja. Ik heb jou benaderd toen je bij Access for All zat. Ik wist 1 ding, jij hebt budget, jij hebt mensen in je team zitten en je trainen doe je 1 keer per jaar. En zoals onze relatie toen begonnen, door gewoon aan de bak te gaan. Dus ik kon op acquisitie bij jou. Zijn wij niet een keer naar Beffen geweest in België? Ja, dat hebben we nog. Met het hele team, dat is heel gezellig. Dat is heel gezellig, Maar die koude acquisitie, kijk, dat is nu natuurlijk wat anders. Ja, en dus wat ik wil zeggen is ik heb gemerkt dat toen ik veel meer coaching ging doen, dat is
een beetje een non-acquisitable product. Het is, jij bent nu ondernemer, je bent entrepreneur. Mm-hmm. Hoe zou je het vinden als ik als business coach je opbel van, heb je een coach nodig? Misschien doe ik dat gesprek dan niet effectief. Dus ik heb gemerkt dat het vooral een product is wat zich laat verkopen door mijn ambassadeurs. Daar zit echt een significant verschil tussen. Want wat, als je een coach aan iemand anders adviseert, dan wil je ook dat dat de goede is voor jouw relatie. Dat kan een vriend zijn, een collega. Trainer is nog wat anders. Ach, die training mislukt. Nou ja, weet je wat, zonde van die twee dagen. Maar coachen is een heeft veel meer impact. Dus hoef niet allemaal over coaching te hebben, maar wat ik adviseer de ondernemer heel goed na te kijken, van wat is nou precies hoe mijn klanten kopen. Ja, maar ik denk dat er, jij hebt een in die zin lastig product, hè? Wat je een lange koopcyclus. Ja. En, maar jij hebt een doelgroep waar natuurlijk ook andere producten aan verkocht willen worden. Ja. Wat je al zegt, je concurreert in een inbox met eventuele klanten, medewerkers van die directeur. Tuurlijk, ja. Met andere vragen. Ik concurreer met de waan van de dag. Met de waan van de dag, maar ook met alles wat maar aan die directeur verkocht moet worden. Dus iedereen die aan directeuren aan het verkopen is op dit moment en naar die podcast luistert, die snapt dat die directeur die inbox slecht leest, 5 keer gebeld moet worden voor die een keer bereikt is, 10 mailtjes moet hebben en via LinkedIn een paar keer gepinkt moet worden. Ja. Gebruik je ook die LinkedIn updates bijvoorbeeld? Jij krijgt op je LinkedIn tegenwoordig te zien van, nou, dat is iemand die is een studie aan het afronden, iemand die is een andere baan aan het doen, iemand die is jarig. Gebruik je dat soort haakjes? Ik vind namelijk, het is ook een platform voor interactie, laten we niet vergeten. Het is niet werkgever, werknemer, wij elkaar in contact. Maar hoe mooi is het om simpelweg iemand die ergens 5 jaar werkt, die krijgt natuurlijk dan, en dat kan LinkedIn ook leuk, hè? Dan kan je op een button drukken, felicitatie. Heb je dat ook met je verjaardag wel eens gemerkt? Krijg je van de wildvreemde mensen een duimpje en denk, dat is te makkelijk. Ja. Dan moet je er ook, en dat is namelijk wat ik doe, dan doe ik er ook echt een verhaaltje bij. Dan vraag ik ook echt even, hé, wat leuk, 5 jaar geleden zat je nog daar. Ik heb je al 3 jaar niet gesproken, wat heb jij in de tussentijd gedaan? En dan krijg je interactie. En blijf je top of mind. En dan krijg je even een pingpong van 2 dingen. Ja. Dat is genoeg. Ja. Het is even, aardige vent, leuk. Dus ik zeg ook wel, je moet ook een beetje likable zijn op LinkedIn. Dus je moet niet dat zenderige, maar gewoon. Dus doe net even wat meer met het haakje wat je krijgt. Heb jij, als je dat haakje gebruikt, en ik zie te weinig mensen in sales dat doen. Die zien dat dan blijkbaar als hun eigen LinkedIn-netwerk. En dat gebruik ik niet voor dit soort dingen. Ik merk ook wel dat mensen, anders dan wellicht 12 jaar geleden, zoveel prikkels krijgen dat ze niet meer te bereiken zijn. Ja. Dat je echt 10 keer iemand moet proberen. En dat je eigenlijk voor je eigen gevoel denk je al van, nou, ik heb het nu 10 keer geprobeerd. Ja. Ze zullen me wel heel vervelend vinden. En de 11e keer zeggen ze van, oh, leuk, kom even een keertje langs. Merk je dat gedrag ook? Nou, ik heb in die zin natuurlijk een heel gezonde relatie met mijn vak. Want dat is nou juist waarom ze een coach nodig hebben. Dus ik draai hem om. Dit is nou precies wat die ondernemer niet wil. Namelijk volledig opgeslokt zijn, niet meer bezig zijn aan de winkel te werken, maar in die winkel. En daardoor bijna wegkruipt omdat hij daardoor onbereikbaar is. Ik vind het mooi mijn overtuiging van het hebben van een coach is daardoor zo groot dat ik tegen dat soort bezwaren overheen stap. Want waarom heeft die topsporter een coach? Op allerlei vlakken van conditie, voeding, mentaal, alles. En die ondernemer die meer risico loopt, meer geld investeert, heeft hij die coach niet? Nou, daar kan ik gewoon niet bij. En dan is meer een pleidooi voor überhaupt coaching. Ja, dan kom bij mij om te coachen. Seek out yourself. Ja. En dan komen we eigenlijk weer terug op sales. Als je niet ergens in gelooft en je laat het medium leidend zijn, maar niet je eigen overtuiging. Mijn eigen overtuiging is dat ik kies heel selectief voor wat ik schrijf, hoe ik het schrijf en welke kanalen ik inbreng. En inzet, dat is eigenlijk mijn boodschap van, dat je heel erg bewust kiest, omdat je heel erg gekozen hebt wat het beste bij je past. Dus er zit wel een laag onder, snap je wat ik bedoel? Ja, dus die verkoop, ik kon nooit zo goed bij de verkooptraining de module omgaan met tegenwerping en bezwaren geven. Want ik vind goede sales gaat niet over tegenwerping en bezwaren. Dat gaat over, ik denk, dan zit de belemmerende overtuiging gewoon niet bij jezelf. En wanneer we in te zoeken, de module. Maar dat heb ik in de loop der jaren, met vallen en opstaan hoor,
om weten te zetten door gevonden te hebben waarvoor ik gemaakt ben. En the world needs to know. Ja. En daardoor heb ik er geen bezwaar bij om gewoon mezelf te laten zien dat ik je kan helpen. En dan... En daarom zijn die hersenspinsels zo belangrijk. Dat in mijn hoofd omgaan. Niet hoe goed ik ben, want dan moet jij me beoordelen. Nee, maar degene die jouw hersenspinsels lezen, ja, en daarmee een connectie mee raken. Ja. Die hersenspinsels zijn als het ware een lead kwalificatie, ja, systeem. Ik denk dat ik daardoor... Misschien beschouw je dat niet, omdat je zegt van, nou, dat is zoals ik ben, ja, en we gaan naar buiten. Maar ja, het is wel een matching. Het is, en laten we eerlijk zijn, het klinkt allemaal heel mooi, om het zo zeggen. Maar mijn zoektocht is nog om daar een nul achter te zetten. Dus ik wil van 1000 naar 10.000. Ja, een multiplier eigenlijk. Ik zoek een multiplier, want ik denk, als ik het toch verstuur met Mailchimp, ja, dan kan er ook een nul achter. Nou, waarvan wij meestal zeggen, liever kwalitatief dan kwantitatief. Ja. Je kan beter 1000 mensen hebben die dat ding echt lezen, ja, wat je al aangeeft, ja, dan 10.000, ja, die helemaal niet lezen. Ja. Dus ja, ik zou er ook wel willen zeggen van, ja, het is heel leuk heel veel mailadressen te hebben, maar ik, ja, zou liever focussen, ja, op de kwaliteit dan de kwantiteit. Ja. Ja. Maar ja, het is ook iets wat Garrett Moon van CoSchedule ook zegt, de 10x factor. Je kan met heel veel dingen kan je 10% halen, ja, dus dat is, ja, net iets beter dan wat het nu is. Mm-hmm. En dat kost je heel aardig wat tijd. Ja. Of je zegt, ik skip die allemaal, ik ga niet voor de 10%, maar ik ga voor de 10x, dus de 10-voudiger. Dus dat nulletje. Ja, dat nulletje. Erachter. Ja, het is, ja. En dan moet je wel zoeken, ja, wat dat is. Ja. Want dat is niet, want anders was iedereen aan het 10x, ja, om zo maar zeggen. Maar dat is dan wel, wel de uitdaging. En dan krijg je dus die multiply. Dus als jij met die hersenspinsels al, ja, dat goede matchingstuk, dat, ja, platte tekst, maar het is dit verhaal. Zij krijgen dat keer op keer, ja, waardoor bij hun, ja, als het ware, staan open. Dus, ja, jij hoeft niet de beuken op de deur, wat iedereen anders doet. Want, en je moet altijd concurreren met status quo. Ja. Ik het niet over die rockband, maar nee, dus echt gewoon... Ik concurreer, mijn grootste concurrent is, maar dat gaat over dit vak, mijn vak als coach, is niets doen. De, ja, ondernemer die niets doet, dat is de grootste concurrent. Die, ja, die het niet nodig acht. Ik kan het allemaal zelf wel, syndroom. En dat zullen jullie ook meemaken. Dat de klanten heel lang hun expertise, wat ze zelf konden, heel lang niet aan jullie hebben gegeven. Waardoor ze zeiden, we hebben wel iemand die dat kan. En de stagiair neemt het over. En uiteindelijk zie je... En uiteindelijk zeggen ze, had ik het maar 5 jaar eerder. En uiteindelijk zeg ik, had ik het maar 5 jaar eerder gedaan. Ik wil nog één vraag stellen voor we afronden. Je hebt aangegeven dat je LinkedIn veel gebruikt, Mailchimp veel gebruikt. Zijn er online marketing of marketing technology middelen waarvan jij nu aan het onderzoeken bent of denkt van, nou, daar ga ik eens mee aan de slag de komende tijd? Nee, dat is gek genoeg. Je plot het altijd zo snel op dat het niet voor mij is. Die solo entrepreneur die ik ben. Dus dat is gewoon onbekend maakt onbemind. Ja. Dus dan denk ik van, ja, dat zullen wel systemen zijn die gelijk in zijn totaliteit moet aanschaffen, weet je. Dus jij kijkt naar wat het kost in plaats van wat het oplevert, lijkt. Ja, ook. Dat is natuurlijk een gedachtegang. Is natuurlijk, als ondernemer is er altijd een stemmetje die zegt, ja, wat kosten we het? En ik moet het zelf betalen. En dat is natuurlijk elke euro die ik verdien, die mag ik ook zelf uitgeven, mag ook 100% zelf wel beslissen, maar moet wel eerst verdiend worden. Ja. Aan de andere kant is er nog geen urgentie van, doe het anders. Maar ik denk dat dat wel mooi zou zijn, maar misschien is dat. Ik denk dat er heel veel coaches en trainers en dergelijke vooral overspoeld worden door tips te krijgen hoe je moet positioneren op LinkedIn, Instagram en dat allemaal aan elkaar knopen. Het zou me nog niet eens zo gek zijn als je daar als marketing guy een propositie voor zou kunnen bedenken. Dat je zegt, weet je wel, doe dat nou eens even helemaal anders. Ik denk niet dat dat een standaard antwoord is voor coaching. Nee. Maar ik denk wel, jouw verhaal horende, dat je bent heel persoonlijk bezig met klanten. Met je doelgroep, met de beïnvloeders van je doelgroep. Je wilt graag meer mailadressen verzamelen. Ik zou eens luisteren naar een podcast die we eerder hebben gedaan over chatbots. Oh ja. Dat is helemaal geen gek idee, want jij kunt die hersenspinsels bij wijze van spreken in een chatbot zetten. Ja. Mensen laten interacteren met, en ervoor zorgen
dat die mensen zich gaan inschrijven op jouw nieuwsbrief als ze op je website zijn. Ja, dat is waar wat je zegt. Het is, dat is ook wel weer gewoon zelfstudie. Dat is een goede tip. Mijn strategie is one-to-one. Dus ik zie altijd dat er zijn twee soorten in mijn bloedgroep. Twee soorten types, zeg ik altijd. Is de one-to-many approach. Ik wil zoveel mogelijk, veel mogelijk volgers hebben van de Insta's tot en met de LinkedIn. Want daarmee bereik ik het publiek. Die hebben ook het publiek nodig. Want die hebben workshops, die zijn spreker. Die willen ook publiek bereiken. Ik heb een one-on-one approach. Voor jullie. Als ik met 25 ondernemers per jaar optrek, is mijn jaar rond. Ja. Soms zijn het er 20. Ja. En dan is het jaar, dus waarom zou ik 2000, waarom moet ik dan aan 2000 denken? Maar het gaat maar om die 20. Ja, nou, bij jou is het kwaliteit natuurlijk. Het is de kwaliteit. Het is gewoon one-on-one, het is persoonlijk. Het is vooral gericht op dat ik de content bedenken voor jou en voor jou schrijf. Ja. Dat mensen denken, schrijf dat voor mij. Ja, dat is leuk. Dan heb ik nog één laatste vraag. Dat is een beetje laat, want die zijn misschien al lang. Maar als... Dus je bent een ondernemer, de persoon, hè? De personal branding, een eenpersoonsding, heel erg persoonlijk, et cetera. Maar ik ben een marketeer en ik werk bij een bedrijf van 50 mensen. Ja. Dus alles wat jij vertelt is niet voor mij van toepassing. Nou, is dat zo? Nee. Kan je wat zeg maar, wat je in jouw personal, het menselijke aspect enzovoorts, kan je dat ook gewoon op een bedrijf? Ja, alleen als bedrijven durven te erkennen dat hun mensen belangrijker zijn dan hun bedrijf, wel. Kijk, als je die klant, kijk, als je Albert Heijn bent, dan heb je dat, Albert Heijn heeft zelf ook al gedaan, door die ene manier in de supermarkt leider te laten zijn. Dat doet de Jumbo ook. We verpersonaliseren ons bedrijf. Ja. En ik denk zeker in die MKB-wereld, dat die moet niet vertellen hoe goed je bedrijf is. Want mensen kopen niet van bedrijven, mensen kopen van mensen. Dus als jij als directeur al gewoon je statuur laat zien. Dus ik heb er echt al genoeg directeur gezegd. Ben jij het gezicht van het bedrijf? Ja, maar niet naar buiten toe, weet je wel. En zelfs al niet eens naar binnen toe. Ik zeg, maar mensen kopen van mensen. Ja. Ik had laatst twee broers die waren aan het ondernemen. En die vertellen het broederschap niet. Terwijl alles valt te staan met het zijn van die familie. Die twee broers die elkaar zo goed aanvullen. Dat is je bedrijf. Nee, daar gaat het niet om. Ik denk dat het daar juist wel om gaat. Dat is meestal de story waarmee je je onderscheidt van de rest. Want niemand, al je concurrenten, die hebben dus die brotherhood stuk, die hebben dat niet. Nee, dus het dus dat is eigenlijk een beetje een gemis. Ja, het is bij ons ook. Daarom vind ik jullie naam zo mooi. De Martin Guys. Guys gaat over die... dat je ook de girls aan boord hebt, dat weet ik. Ja. Dat gaat over de guys. En die guys maken de wereld. En ik ben ook een coach guy. En dat vind ik mooi, ja. Ja, super. Ja, ik vond het super leuk dat je er was. Ja. Ik kan me voorstellen dat mensen denken... ik heb nu een 3 kwartier naar Ivo zitten luisteren. Ik wil die nieuwsbrief wel eens zien dan van hem. Ja. Ik wil hem met hem linken. Ja. IvoOuwerkerk.nl. Ja. Op LinkedIn te vinden. Ja. Mijn bedrijfsnaam is Bureau voor Anders Denken. Want anders doen begint bij anders denken. Dus Bureau voor Anders Denken... www.ervoornam.nl erachter, dan kom je er ook. Super, dankjewel. Jullie ook. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Marketing Technology Podcast. Ben je enthousiast over deze podcast? Laat dan een review achter op het platform waar jij hebt geluisterd. Dat zouden wij ontzettend waarderen, helpt ons om hoger te komen op het platform waar jij hebt geluisterd. Wil een keer geïnterviewd worden of meer weten over Marketing Technology? Neem dan contact op met Elias via elias@marketingguys.nl. Dankjewel voor het luisteren.